zoals overal hier in de Alblasserwaard bevindt zich heel veel veen in de bodem. Dat is een laag van 10 meter. Nou, ze noemen het hier ook wel eens dik water. Het, is, ja, het houdt helemaal niks. Dus als je de grond zwaar belast, dan blijft dat zakken. En ja, daarvoor is gekozen voor een onderhouden betonplaat. Om in ieder geval van dat zakken en van het onderhoud af te zijn. Het zijn om precies te zijn 488 palen. En dat is gewoon nodig. De palen staan in een draagkrachtige laag op een meter of 14 diep. En die houden de betonvloer vast, als het ware. De betonplaat zelf is bij elkaar een kleine 4000 vierkante meter. En een gemiddelde dikte van 25 centimeter. Dus ja, dik 1000 kub. Ons grootste werk is het storten van de betonplaat en het maken en het bouwen van de shop. Midden op de betonplaat komt de shop met een bakery en nou ja, van alles wat erbij hoort. En een wasstraat niet te vergeten. De brandstoftanks, de voorraadtanks, die moeten diep in de bodem liggen. En normaal gesproken hoeven die niet onderhuid te worden, niet gefundeerd te worden. Dan liggen ze gewoon in de bodem. En ze mogen ook wat zakken. Dat is over het algemeen niet zo'n probleem. Alleen in dit geval is het graven van de put het grootste probleem. We zouden een put kunnen graven en die droog kunnen pompen. Alleen de grond is zo ontzettend slecht en de grondwaterstand is zo hoog dat die dusdanig tegen de putbodem drukt dat als het ware de hele putbodem omhoog zou komen. Dus dan krijg je nooit van zijn leven krijg je hier een put gegraven. Dus waar hebben we nu voor gekozen? We hebben een damwandscherm, een put gemaakt met damwandschermen eromheen. Die houden we vol met water, die ontgraven we op diepte in het water. En de waterstand blijft dus hoog. En in die natte put storten we eerst een laagje grind van een 25 à 30 centimeter. En daarop wordt onderwaterbeton gestort. De duiker is beneden om de betonpomp te sturen, als het ware. Dus die staat beneden, zoals we boven water ook doen, staat die aan de betonpomp. En hij peilt of de betonvloer dik genoeg is. Dat doet hij voornamelijk ook op de tast, omdat er gewoon niks te zien is. Meet hij of peilt hij hoe dik de betonvloer is en gaat hij met de betonpomp door de hele put heen. De beton moet een week of twee uitharden onder water. En dan kan de put voorzichtig droog gepompt worden. En dan, ja, dan komt er een betonvloer tevoorschijn. Die zal niet super vlak zijn, maar de tanks die komen toch op een laagje zand van een halve meter te liggen. Dus dat is niet erg. Op dit moment zijn we ook begonnen met het bouwen van de shop. De funderingsbalken worden gestort en we gaan een randje opmetselen zodat de vloerplaten er binnenkort op kunnen. De shop heeft ook in verhouding het meeste werk. En ja, is eigenlijk de rode draad samen met het aanbrengen van de tanks en het leidingwerk de rode draad in de hele planning. En daaromheen bouwen wij het hele tankstation. Er moet echt zorgvuldig met betonwerk omgegaan worden. Omdat ja, de vloeistofdichtheid moet absoluut gegarandeerd worden. En dat is wel een bijzonder aspect in het bouwen van een tankstation. En zoals gewoonlijk, maar dat is eigenlijk bij de meeste bouwwerken, is de planning altijd in het geding. Want hoe eerder dus het tankstation open, hoe eerder er geld mee verdiend kan worden. Ik weet zeker dat het een heel mooi station wordt.